De Prospectuswet van 11 juli implementeert de overkoepelende Europese Verordening uit 2017 en tilt de procedure rond Prospectus naar een hoger niveau. Zij doet dit ten eerste door middel van harmonisatie. De Europese Verordening heeft immers rechtstreekse werking in de lidstaten, waardoor zij minder bewegingsvrijheid hebben bij de implementatie ervan. Wat harmonisatie uiteraard ten goede komt, al blijft er hier en daar wel een mogelijkheid voor lidstaten om eigen accenten te leggen. Ten tweede zet zij in op versoepeling. De prospectusregelgeving heeft als doel de eengemaakte Europese kapitaalmarkt verder te implementeren en de toegang voor ondernemingen tot die kapitaalmarkt te versoepelen. Op bepaalde punten slaagt de nieuwe regelgeving er zeker in de toegang tot de kapitaalmarkt te versoepelen ten opzichte van het huidige regime, maar op andere punten houdt zij mogelijk een verstrenging in. De tijd zal dan ook moeten uitwijzen of de nieuwe regelgeving in haar doelstellingen slaagt. Dat wordt dus nog even afwachten.